Breda Nu. Je weet het meteen. Het uitvoeringskader Binnensingel vormt een toekomstperspectief voor de herinrichting van de Binnensingels. Er werd begonnen aan de Nassau-Mauritssingel. Onder het genot van warme worstenbroodjes werd de eerste boom geplant door burgemeester De Pla. Tot u vandaag aan de koffietafel had u verwacht dat u een boom zou planten? Nee. Maar wel leuk om te doen, want de bomen en de singels zorgen ervoor dat je de uitstraling van de stad heel mooi is. Want we willen graag wonen in een park. Breda, de eerste stad in een park. En dit is ook een vorm van een park, want als je gaat kijken naar datgene wat je hier aan de singel allemaal kunt hebben. Water, het groen, tegelijkertijd heel dicht bij de mooie plekken in de binnenstad. Dat is echt dat wonen in een park wat de kracht van onze stad is. We proberen langs die singels een divers boombestand aan te planten, dus verschillende soorten. Daarmee zijn we niet zo kwetsbaar als er in een boomsoort bijvoorbeeld een ziekte valt. En we hebben geprobeerd om zoveel mogelijk terug te pakken op het oorspronkelijke ontwerp wat er lag van bijna 100 jaar geleden. We hopen met een aantal jaar weer de volgende projecten op te kunnen gaan pakken. De eerste zijn alweer in voorbereiding ook nu. En dit project wordt over een kleine maand wordt het helemaal afgerond. Dan zijn de lichtmasten ook vervangen en dan is de hele Nassau-Mauritssingel die zijn compleet in een nieuw jasje gestoken. De eindvisie voor het totale project, dus de uitvoeringskader Binnensingel natuurlijk, is dat je via de wandelpaden helemaal rondom de Binnensingels van Breda kan wandelen. Tussen een dubbele bomenrij en we proberen die op zoveel mogelijk plekken terug te gaan brengen. De volgende stap is te zoeken naar een volgend tracé. We proberen tracés aan te pakken die tussen de verschillende bruggen liggen over de singels. En er staan ook verschillende tracés met kastanjes, waar de kastanjebloedingsziekte in zit. En onder andere de Nijenvrijheidssingel is een tracé wat eigenlijk het idee is om de volgende keer aan te pakken. Het uitvoeringskader dat loopt vele tientallen jaren. Maar we proberen wel binnen enkele jaren wel iets zichtbaars weg te zetten. Dus als we een aantal tracés aangepakt hebben, laten we zeggen 3 of 4, dan is er echt wel wat zichtbaar dat je al een park aan het maken bent. Het werkt om ervoor te zorgen dat die singels, wat eigenlijk ook natuurlijk een van je iconen van de stad is, een van je troefkaarten, een van je visitekaartjes, dat die voor de toekomst mooi en beleefbaar blijft. En dan toch wel verstandig geweest om in 2018 deze bomen hier te planten. Want daar hebben we voor gezorgd dat Breda ook in 2118 nog steeds een hele aantrekkelijke stad is. Breda Nu. Je weet het meteen.